Goedemorgen allemaal. Ik heb inderdaad een paar belangenconflicten te melden. Ik ben professor aan deze universiteit. Ik ben in deze stad niet geboren, maar ik heb hier heel lang gewoond. En ik geef natuurlijk lessen aan de UGent en ik zit in de politiek. Dus allerlei dingen die door elkaar lopen, maar die rond dit thema dat we vandaag bespreken eigenlijk wel mooi samenkomen. Want ik ben in de politiek gestapt in 2014. Omwille van het feit dat ik in mijn eigen vakgebied, de gynaecologie, al flink wat jaren rond hormoonverstoorders, kan niet zeggen werkte, want ik deed niet actief onderzoek daarnaar, maar ik zag vanuit mijn klinische praktijk toch wel de gevolgen daarvan in de fertiliteit, in de vruchtbaarheidsgeneeskunde. En ik volgde dat op de voet en dat maakte mij heel ongerust of blijft mij nog altijd ongerust maken. Dus toen men mij dan inderdaad vroeg om vandaag in verband met, of in het kader van de plastic affaire, zal ik het noemen, plastic gate, mogen we het gaan beginnen noemen, en alles wat daar rond te doen is, toch even te vragen om ook iets te vertellen over hormoonverstorende stoffen, die zoals u weet natuurlijk aan plastic vaak toegevoegd worden, voornamelijk bisphenol en phtalaten, om toch iets breder te vertellen over hormoonverstorende stoffen vanuit de chemie en ook vanuit de gezondheidseffecten die die stoffen veroorzaken. Ik ga proberen op een uurtje, dat is niet veel, maar goed, u mee te nemen in wat daar rond bekend is. En u zal ook wel horen dat er helaas nog heel veel onbekend is of heel veel zaken waarvan we niet zeker zijn. En dat heeft met name impact op de regulering van deze stoffen. Hè. U weet dat het voorzorgsprincipe soms botst met de eisen die men stelt om bewijzen aan te leveren door wetenschappelijk onderzoek om bepaalde producten te gaan reguleren. En dat is voor hormoonverstorende stoffen echt wel een belangrijk probleem, zeg maar. Dus daar ga ik zeker ook iets over vertellen, allemaal in 1 uur tijd. Ik geef deze presentatie regelmatig, dus ja goed, mensen die zeggen we hebben ze niet kunnen opnemen of we willen daar nog meer over weten, contacteer mij gerust. En als mijn agenda dat toelaat, geef ik die graag nog wel eens in een andere context. Goed, wat zijn hormoonverstoorders, waar vind je ze? Wat zijn de medische gevolgen? Ik ben natuurlijk arts, dus dat is iets wat mij altijd al 20 jaar ondertussen heeft geïnteresseerd. En verontrust, als ik het zo mag zeggen, het wetenschappelijk kader, het politiek kader en dan wat we kunnen doen om ze te vermijden. Wat zijn ze wel? Hormoonverstorende stoffen zijn eigenlijk chemische stoffen door de mens gemaakt. We hebben het dus niet over plantaardige stoffen die soms ook hormoonactiviteit vertonen en eigenlijk strikt genomen soms ook verstorende activiteit. We denken dan aan fyto-oestrogenen, oestrogenen die in planten zitten, bijvoorbeeld in soja zitten er nogal wat. Daar ga ik het niet over hebben vandaag, want dat is eigenlijk een ander onderwerp. Ik ga het ook niet hebben over geneesmiddelen. Soms vragen mensen mij, ja, contraceptieve pillen bijvoorbeeld, zijn dat ook hormoonverstoorders? Ja, maar uiteraard opzettelijke hormoonverstoorders. Het zijn medicamenten en die vallen toch binnen een totaal ander regulatoir kader. Er is maar één probleem dat zich kan voordoen. Dat is namelijk als contraceptiva bijvoorbeeld via urine uitgeplast worden en in het milieu terechtkomen. Dan zou je ze eigenlijk ook als hormoonverstoorders kunnen benoemen en eventueel reguleren of bij waterzuivering rekening mee houden enzovoort. Maar we hebben het eigenlijk vooral over chemische stoffen die door de mens gemaakt worden dus en die eigenlijk op hormoonreceptoren gaan inwerken. En dat kunnen ze op verschillende manieren doen, zoals ik u zal vertellen. In elk geval zorgen ze voor een verstoring van de werking van onze natuurlijke hormonen. Een hormoon en een receptor kun je voorstellen als een sleutel en een sleutelgat. En als in dat sleutelgat iets anders gaat kruipen, zodanig dat dat sleutelgat geblokkeerd wordt, dan gaat het normale hormoon bijvoorbeeld zijn activiteit niet meer kunnen uitoefenen. Dat is nogal duidelijk. En wat is het probleem van die hormoonverstoorders? In één zin samengevat, zoals u daar van onder ziet staan natuurlijk, dat ze overal in het milieu voorkomen, dat we er continu aan blootgesteld worden. Pour la petite histoire, ik heb recent, en dat is omdat we in de Senaat rond een informatierapport hebben gewerkt rond hormoonverstorende stoffen, een keer mijn hormoonverstoorders laten bepalen. Je kunt dat doen in gespecialiseerde laboratoria in bloed en urine. En ik dacht van, dat zal nog wel meevallen. Ik zit lager dan het gemiddelde van de groep senatoren die onderzocht geweest zijn, maar toch
Ook ik en iedereen van u, als u bloedonderzoek of urineonderzoek zou doen, zou een aantal hormoonverstorende stoffen aantreffen. Wij ontsnappen er gewoon niet aan. Ofwel wrijven we ons mee in, of we eten of drinken ze op, of we ademen ze gewoon in. Een stukje van de fijnstofproblematiek heeft ook te maken met hormoonverstorende partikels. Hormoonverstorende stoffen die op de partikels aanwezig zijn en die we dus ook inademen. En natuurlijk het probleem is dat ze gezondheidsschade veroorzaken aan het individu zelf, maar eventueel ook op langere termijn en over verschillende generaties. Dus dat zal ik u proberen allemaal uitleggen. Waar vinden we hormoon, of wat moeten we onder het hormonaal stelsel verstaan? Wel, u ziet hier een aantal weefsels, klieren, organen. De meeste zal u wel kennen natuurlijk. Denk aan de schildklier, denk aan de bijnier, aan de pancreas die insuline produceert. Uiteraard voornamelijk wat betreft het voortplantingsstelsel, de eierstokken, de teelballen zijn natuurlijk hormoonproducerende stoffen. Maar ook de borstklier, ook het hart zelf en in de hersenen natuurlijk een aantal belangrijke hormoonproducerende organen. De hypofyse is een beetje de dirigent van verschillende organen of hormoonproducerende klieren. En daarboven de hypothalamus die eigenlijk de link met de hersenen verzorgt. Wel, hier ziet u, en dat is, ga ik niet in detail op ingaan, een aantal werkingsmechanismen van hormonen, hoe hormonen eigenlijk inwerken. Voor degenen die dat in detail willen bestuderen, die kunnen dat doen. Maar opnieuw, het is het principe van de sleutel en het sleutelgat. En de keer dat dat sleutelgat geopend wordt, dan gaan er een aantal processen in de cel aan het werk. Bijvoorbeeld de synthese van een aantal eiwitten of andere zaken die kunnen gaan gebeuren. En hormonen komen in het bloed voor. Dat is ook een belangrijk element in de definitie van wat hormonen zijn. Dus die circuleren doorheen het lichaam. En bijvoorbeeld insuline zal door de pancreas gemaakt worden en via het bloed dan overal in het lichaam zijn effect kunnen uitoefenen voor de suikerhuishouding. Dus u begrijpt ook dat verstoring van dat proces ook overal in het lichaam gevolgen kan hebben. Belangrijke begrippen of principes die met hormonen en met name ook hormoonverstorende stoffen van belang zijn, dat is dat er niet zomaar een lineair verband bestaat tussen dosis en effect. Mensen die iets van chemie afweten, die weten dat meestal een chemische stof een bepaald effect zal veroorzaken. En vaak is dat vrij lineair of helemaal lineair dat effect. Bij hormoonverstoorders kan dat serieus afwijken. Hè. Je ziet daar rechts en boven en onderaan bijvoorbeeld, dat bij bepaalde doseringen weinig effect is. Dat effect neemt toe en het neemt weer af bij hogere doseringen. Of, en dat staat hier nu niet op, de fameuze U-curve. Dat betekent dat bij hele lage dosissen soms grotere effecten kunnen ontstaan dan bij hogere dosissen. En pas bij nog hogere dosissen dat er dan wel weer opnieuw effecten kunnen zijn die dan meestal toxisch van aard zijn. Dus de fameuze U-curve wil ik graag, ze staat hier nu niet op, maar dat je ze toch even in je hoofd houdt als we het straks nog daar verder zullen over hebben. Ja, we gaan bij hormoonverstorende stoffen in de eerste plaats altijd wel de nadruk leggen op oestrogeenachtige effecten die bepaalde van die stoffen kunnen hebben. Heel veel van die hormoonverstoorders zijn eigenlijk wat men noemt xeno-oestrogenen. Ik heb er net de naam fyto-oestrogenen al gebruikt voor plantaardige oestrogenen. Oestrogenen zijn natuurlijk de vrouwelijke hormonen die bijvoorbeeld door de eierstok worden geproduceerd, dat weet u. Maar je hebt dus ook xeno-oestrogenen, dat zijn stoffen die dus van vreemde origine zijn, chemisch door de mens aangemaakt en die een oestrogeenachtig effect kunnen hebben. En u ziet er hier een aantal op de slide afgebeeld. Linksbovenaan ziet u het natuurlijke oestradiol. Rechts daarnaast, en daar ga ik ook nog iets meer over zeggen, het diethylstilbestrol of het fameuze DES-hormoon. En daarnaast bisphenol A. En daar heb ik toch echt wel een verhaaltje rond te vertellen, omdat ik dat interessant vind en omdat dat voor jullie ook wel belangrijk kan zijn. DES-hormoon en bisphenol A zijn twee stoffen die eigenlijk vrij vroeg in het begin van de 20e eeuw ontwikkeld zijn, toen men beginnen experimenteren is in de organische chemie en allerlei organische moleculen is gaan produceren, heeft men dus om te proberen eigenlijk oestrogeenachtige stoffen te maken die als medicament zouden kunnen gebruikt
gemaakt worden, heeft men deshormoon en bisphenol A ongeveer gelijktijdig aangemaakt. En deshormoon is, en ik zal er nog iets meer over zeggen voor degenen die het niet kennen, een medicament geworden in de 20e eeuw. Bisphenol A, dat eigenlijk op hetzelfde moment is ontwikkeld en eigenlijk ook oestrogene eigenschappen had, maar minder zwaar of minder sterk dan deshormoon, heeft men gezegd, dat gaan we niet gebruiken als medicament. En dat is dan later opgepikt omwille van zijn plastic verhardende eigenschappen. Dus als je bisphenol A aan plastic toevoegt, dan krijg je een verharding van plastic. Dus harde plastic, zeg maar, bevatten heel vaak bisphenol A. En dan is het dus interessant om dan te horen dat pas op het einde van de 20e eeuw, zoveel later, mensen zich zijn realiseren dat bisphenol A oestrogene effecten heeft. Ja, natuurlijk, het is ontwikkeld als oestrogeenproduct. Dus het geheugen laat wetenschappers soms ook in de steek. 50 jaar lang is men dat precies vergeten, dat bisphenol A natuurlijk een oestrogeenproduct is. En dus nu zeggen van we wisten dat niet en is dat wel zo en bewijst dat een keer. Dat is vrij raar hè, als je het mij vraagt, want men heeft het ervoor ontwikkeld. Hè. Dus het is goed van de geschiedenis een keer terug op te halen. U ziet dat daar misschien voor een beetje chemische gelijkenis tussen bestaat, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt een sleutelgat op vele manieren forceren. Hè. Het hoeft helemaal niet te zijn met iets dat op een sleutel lijkt. Je kunt om het even wat gebruiken. Hè. Denk aan bijvoorbeeld lindaan of zelfs cadmium. Dat zijn totaal chemisch verschillende stoffen natuurlijk dan iets wat op oestradiol gaat lijken, maar hebben ook oestrogene of xeno-oestrogene eigenschappen. Maakt het er niet makkelijker op natuurlijk. Het deshormoon, toch even zeggen, ja, dat is effectief wel een oestrogene stof. Want als je dat toedient aan muisjes die nog niet geboren zijn, dan kun je bijvoorbeeld het effect van deshormoon op de ontwikkeling van de inwendige geslachtsorganen liever controleren. En dan kun je met verschillende dosissen, het is neonataal, dus het is pas bij de geboorte toegediend, excuseer, kun je met verschillende doseringen gaan kijken, inderdaad, wat het gewicht zal zijn van de baarmoeder en de eileiders bij die muisjes na die blootstelling. En het interessante daaraan is dat je dus kunt zien, zoals ik er net ook al gezegd heb, dat bij lagere, hele lage dosissen is er wel ergens een beetje een effect. Dan krijg je het maximale effect bij deze dosering en als je de dosis nog gaat verhogen, dan neemt het effect weer af. Dus het is niet de klassieke dosisrespons die men bij toxische chemische stoffen kent. Ik herhaal dat nog eens, omdat dat straks gaat terugkomen als we het over regulering gaan hebben. Toch een klein woordje over DES natuurlijk, de kranten hebben er vol mee gestaan. Oudere mensen kunnen dat misschien nog wel herinneren, maar tot in de jaren 70 werd het deshormoon gebruikt in de gynaecologie voor van alles en nog wat. Men gaf het in de eerste plaats al sinds de jaren 40, 50 van de vorige eeuw bij vrouwen met herhaalde miskramen om het miskraamrisico zogezegd te verminderen. En dan gaf men het eigenlijk voor allerlei kwaaltjes in de zwangerschap die men maar kon bedenken. Heel snel. Heel interessant verhaal op zich natuurlijk. Heel snel werd eigenlijk duidelijk uit een aantal studies die gepubliceerd waren, als ik me goed herinner al in de jaren 60, dat het niet werkte. Ja. Dus als je een gerandomiseerd onderzoek doet, dan kun je mooi aantonen of een product werkt of niet. Men had eigenlijk al heel snel aangetoond dat het niet werkt. Maar zoals met heel veel van die zaken, kan men altijd twijfel zaaien en zeggen, ja, maar zijn die studies wel goed uitgevoerd en groot genoeg enzovoort. En het product is eigenlijk nog meer dan 10, 15 jaar lang op de markt gekomen, tot, en dat was begin de jaren 70, iemand aantoonde dat dochters van vrouwen die deshormoon hadden gebruikt in de zwangerschap een verhoogd risico hadden op een heel zeldzaam type vaginakanker. Dus men zag plots bij die jonge vrouwen vaginakankers die men eigenlijk bijna nooit zag. En men kon de link leggen met het gebruik van deshormoon door de moeder in de zwangerschap. En pas dan eigenlijk is de bal aan het rollen gegaan en is het product eigenlijk een beetje van de markt verdwenen. Ik dacht in België in halfweg de jaren 70. Er waren op een bepaald moment, ik dacht, meer dan 200 fabrikanten van het deshormoon. Dat was echt wel een soort mirakelproduct. De gevolgen voor die dochters waren niet alleen vaginacarcinoom, maar ook nog afwijkingen aan de geslachtsorganen, aan de baarmoeder, aan de vagina.
onvruchtbaarheid, miskramen. En nu zitten we, die vrouwen, die dochters zijn al een stukje ouder, ook met risico's op vlak van borstkanker. En heeft men intussen kunnen aantonen dat ook de kleinkinderen verhoogde gezondheidsrisico's hebben op vlak van hun voortplanting. Bijvoorbeeld de spermakwaliteit bij des kleinzonen. Hè? Dus u ziet maar hoe ver het allemaal kan gaan. Dus het DES-verhaal is een verhaal dat ons heel veel leert. Het is heel instructief om dat eens volledig te lezen. Er is trouwens nog in België, ook nu vandaag, een DES-organisatie, zeg maar, die DES-dochters en DES-kleinkinderen probeert te groeperen en de belangen daarvan probeert te behartigen. In Nederland en Frankrijk zijn daar zware schadeclaims geweest in de tijd tegen de fabrikanten van DES-hormoon. In België is het iets minder voorgeschreven en is er veel minder rond te doen geweest. Maar het is toch een belangrijk verhaal. Zeker opnieuw als je weet dat bisphenol A en DES-hormoon, diethylstilbestrol, eigenlijk samen ontwikkeld zijn als chemische oestrogene stoffen. Dit product is verboden, hè. DDT, zoals u wel weet, is heel vaak of heel frequent gebruikt als insecticide. Ik vind dat een interessante foto. Men reed met camions op de stranden en men spoot DDT over de spelende kinderen om ze te ontluizen. Hè. Dat was een insecticide dat frequent werd gebruikt. Het is natuurlijk ondertussen verboden, maar in de landen van het zuiden kan het nog gebruikt worden, mag het nog gebruikt worden voor resistente vormen van malaria. Maar opnieuw, resistentie is een probleem natuurlijk, dat je zomaar niet opgelost krijgt. Krijg je ook malaria-vormen die aan DDT-resistent zijn. Enfin bon. Het accumuleert in het milieu, in vetweefsel. Het is een stof die niet afbreekt. Men vindt DDT terug in het vetweefsel bijvoorbeeld van pinguïns. Aan de, wat is de Zuidpool zeker? En de pinguïns, ja. Ik moet altijd even nadenken. De ijsberen aan de Noordpool, de pinguïns aan de Zuidpool. Dus daar vindt men DDT in het vetweefsel van die pinguïns natuurlijk via de voedingsketen vindt men het overal terug in het milieu. Bij de mens heeft men ook kunnen aantonen dat het verantwoordelijk is vooral voor geboorteafwijkingen, miskramen en vruchtbaarheidsproblemen. En de dochters van mensen die blootgesteld zijn aan DDT hebben 4 keer meer kans op borstkanker. Borstkanker kom ik nog wel eens op terug, omdat het natuurlijk een heel belangrijke een heel belangrijk onderwerp is als het gaat over hormoonverstoorders. Eigenlijk moet u weten dat toen men rond hormoonverstoorders onderzoek is beginnen gaan doen, dat de eerste vaststellingen waren dat in de grote meren in Noord-Amerika een aantal vissen aan het uitsterven waren en kon men aantonen dat het was omdat de geslachtsratio van die vissen niet meer 50-50 was, zeg maar dat er dus een verschuiving was. En men heeft kunnen aantonen dat inderdaad een aantal stoffen die rechts afgebeeld zijn, de details doen er niet toe, maar in toenemende dosissen dat de geslachtsratio van die vissen wijzigt. Dat betekent namelijk dat door de invloed van die stoffen op de ontwikkeling van die vissen, dat je geen 50-50 geslachtsratio meer hebt en natuurlijk op een bepaald moment gaat de populatie uitsterven. Dat was eigenlijk al een beetje een historische inleiding. Waar vind je hormoonverstoorders als we het even hebben over de producten waar we vandaag aan blootgesteld zijn? Want DDT en DES-hormoon zijn natuurlijk ondertussen verboden en niet meer toegelaten, maar wel nog in het milieu aanwezig. Maar je vindt ze in heel veel stoffen, in heel veel ook voedingsproducten. Denk aan pesticiden, daar zal ik straks iets over zeggen. Cosmetica en uiteraard plastic. En dat is eigenlijk wat ons vandaag hier brengt. Je vindt ze natuurlijk ook in voedselverpakkingen en dat is iets wat ons bijzonder ongerust maakt. Dat is een leuke slide, denk ik, om u te zeggen hoe dat je een bisphenol A-maaltijd kunt bereiden. Je pakt wat conserven en voorbereide maaltijden. Enfin, u weet waarschijnlijk al lang dat die bereide maaltijden, die je zo even in de microgolf opwarmt, dat het ongezondste is wat er is. Maar dan kun je dus komen aan een redelijk goede blootstelling per dag aan bisphenol A. Je vindt ze in nog andere stoffen, bijvoorbeeld zeer verontrustend. Enfin, de kassatiketjes, dat kennen jullie, bisphenol A. In de kassatiketjes, vooral in die thermische printers, zeg maar. In Frankrijk is bisphenol A verboden in kassatiketten. En daar gaat je dus kassatiketjes vinden waarop staat, bevat geen bisphenol A. En dat is omdat het daar verboden is. Maar rechts onderaan, opnieuw als arts, vind ik dat wel verontrustend, in infuusslangetjes.
Daarin zit een phthalatum bijvoorbeeld, dat is dan een weekmaker die aan plastic vaak toegevoegd wordt. En een jaar of twee geleden is het nu, of is het misschien al 3 jaar geleden, heeft men in Nederland een grote studie gedaan op een prematurenafdeling, waar kinderen die te vroeg geboren worden, soms weken, maanden, aan tal van infuusslangetjes, zeg maar, liggen om gevoed te worden en daar dan na een paar maanden het ziekenhuis mogen verlaten. En dat staat eigenlijk hier op deze slide, linksbovenaan. En heeft men gezien dat die infuusslangetjes massaal phthalaten vrijlieten en dat die kinderen dus naar huis gingen met een mooie blootstelling aan phthalaten van bij de geboorte, zeg maar. Daar zijn natuurlijk de producenten ook wel wakker van geworden en massaal infuusslangetjes zonder phthalaten gaan produceren. Er zit dan nu iets anders in waarvan we binnen 10 jaar zullen weten dat het ook niet oké is. Maar goed, daar kom ik nog op terug. Conserven... voeding, allerlei huis, tuin en keuken, insecticiden, zoals u ziet. En tomaten, niet de tomaten zelf natuurlijk, maar datgene waarmee de tomaten besproeid worden. En daar ga ik straks nog iets meer over vertellen. Op de gemiddelde tomaten uit de supermarkt zitten er, dacht daar eens tegen de 10 pesticiden die daarop zitten, die je kunt aantonen op een gemiddelde tomaat. Dus je kunt ze maar best schillen of wassen of biologische groenten en fruit gebruiken. Misschien toch iets systematischer. Waar vind je de meeste, welke zijn de meeste hormoonverstoorders en waarin zitten ze? Ik heb natuurlijk al over bisphenol A gesproken. Misschien ook zeggen dat er ook bisphenol F, bisphenol S en nog een pak andere bisphenolen zijn, afhankelijk van de exacte chemische samenstelling. En ja, wat het probleem is, dat is dat we met bisphenol A nu massaal veel wetenschappelijke studies hebben die aantonen dat er gezondheidseffecten door veroorzaakt worden. En natuurlijk dat het niet de bedoeling is dat de industrie massaal bisphenol A door bisphenol F gaat gaan vervangen, waar er nog maar relatief weinig studies rond bestaan. U begrijpt natuurlijk dat we er zo niet komen en dat we dus bij de regulering op een andere manier moeten kijken en misschien naar families van chemische stoffen gaan kijken en de bisphenolen als één groep beschouwen. De xeno-oestrogenen als één groep beschouwen wordt zeer moeilijk, hè, daarom dat ik u daar het lindaan en het cadmium ook heb getoond, want daar is natuurlijk geen enkele chemische gelijkenis tussen wat betreft die stoffen. Maar goed, dat is een punt van hoe dat we dat gaan moeten reguleren. U ziet waar het allemaal in zit. Hè. Het is dus een plastic verharder, zit in polycarbonaat, epoxy. Harde plastics, hè, waar je ze ook allemaal kunt vinden, maar ook in voedingsverpakkingen. En dat is natuurlijk iets meer onrustwekkend, hè, want het is via de voedselverpakkingen dat bisphenol A kan lekken, als het ware, en in de voeding terechtkomen, zeker als dan het recipient bijvoorbeeld verwarmd wordt. Hè. Het is intussen verboden in cosmetica en in zuigflessen. En men heeft dan toch wel ergens een idee van hoe die lekkage, zeg maar, gebeurt. En er is wat men dan noemt een migratielimiet die men opstelt vooraleer een bepaald product wat bisphenol bevat, voedingswaren mag omgeven. Maar er is heel weinig onderzoek naar. Dus ik denk dat we evengoed kunnen zeggen van dit is te streng of dit is niet streng genoeg. Wie zal het zeggen? En dan denk ik dat het voorzorgsprincipe misschien wel moet gehanteerd worden en dat we echt van dit soort producten af moeten geraken. Bisphenol S, ja, staat er ook op, hè, dus dat is met een sulfaat, met een zwavelmoleculen erin, is het voornaamste alternatief waarbij omgeschakeld wordt, maar allicht, vermoedelijk, maar allicht even schadelijk. Phthalaten zijn weekmakers in plastics, die ziet je dus in heel veel zaken, bijvoorbeeld in kinderspeelgoed. De fameuze bad-eend, die vind je altijd wel ergens terug als het over hormoonverstoorders gaat. Het gaat over die phthalaten. En het probleem van babyspeelgoed is natuurlijk dat baby's en jonge kinderen die bijten op dat speelgoed, hè, die sabbelen daarop. En dat is de reden waarom het eigenlijk in dat soort producten absoluut verboden moet zijn. Maar ook in cosmetica, schoonmaakproducten, verven enzovoort. En u ziet dat er een aantal al verboden zijn in de Europese Unie. Parabenen, iets minder duidelijk aangetoond. Parabenen zitten natuurlijk in heel veel schoonheidsproducten opnieuw, verzorgingsproducten. Het is eigenlijk een biocide. Hè. Het is iets wat eigenlijk schimmelwerend is en bacteriewerend is, dat toegevoegd wordt aan die producten.
Ik denk dat je beter parabenen mijt. Ik heb er in elk geval geen in mijn bloed, dat kan ik u al zeggen, want ik heb u gezegd dat we het bepaald hebben. Maar in heel veel verzorgingsproducten zitten er wel degelijk parabenen. Dan de gebromeerde brandvertragers zitten overal, in tapijten, in meubels, in textiel. Omwille van het feit dat ze bij een brand ervoor zorgen dat de brand minder makkelijk verspreidt. Dus daar krijg je blootstelling via gewoon huisraad en ook huisstof. Omdat die producten zich makkelijk op stofpartikels vestigen en we ademen dat dus gewoon in of we hebben er op andere manieren contact mee. Ik kan zo de lijst afgaan, ik ga daar misschien niet te veel in detail blijven bij stilstaan, maar u ziet dat er nogal wat zijn en op een volgende slide nog wat meer. Nonylfenolen zijn bekend, triclosan zit in tandpasta bijvoorbeeld, dus u kan kiezen voor tandpasta zonder triclosan. Maar ook in UV-filters, heel lastig als je wilt beschermen tegen de zon natuurlijk, wordt het wel wat moeilijk. En een aantal bestrijdingsmiddelen die natuurlijk als residu op groenten en fruit aan te treffen zijn. Ik wil een woordje over dioxines en PCB's ook vertellen, omdat we ons nog allemaal de dioxinecrisis, de jongere mensen misschien alweer niet meer, maar in 1999, de dioxinecrisis, zullen we ons nog wel herinneren. En dat ontstaat natuurlijk bij onvolledige verbranding, vooral van afval, maar vergeet ook de barbecue niet. En dan PCB's die bijvoorbeeld in transformatoren zitten, die zijn intussen ook wel verboden sinds 1985. Maar iedereen die op zijn zolder nog een oude radio staan heeft of zo, dat zit nog altijd vol PCB's. Je krijgt dat voorlopig ook absoluut nog het milieu niet uit, zoals dat je wel kunt begrijpen. Glyfosaat, ook een speciale, heel veel rond te doen geweest. En mogelijk hebben we nu eindelijk door waarom EFSA en de WHO elkaar hebben tegengesproken. U weet misschien, als u dat verhaal gevolgd heeft, dat de WHO gezegd heeft dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is, terwijl EFSA, dus de experten die de Europese Commissie moeten adviseren, niet tot die conclusie komen. Mogelijk heeft het te maken met andere stoffen die aan het glyfosaat toegevoegd worden en die in de commerciële formules zoals Roundup en zo aanwezig zijn, eerder dan over het glyfosaat zelf. Een tweede probleem is natuurlijk dat een aantal studies van de fabrikant geheim zijn en dus niet zomaar publiek voor de experten van de WHO beschikbaar waren. En dan zie je alweer in wat voor een twijfelsituatie dat je terechtkomt. Van glyfosaat is misschien een ander probleem. Maar men weet wel, men vermoedt toch wel dat er mogelijk ook bij glyfosaat hormoonverstorende effecten spelen naast het zuiver kankerverwekkend zijn. Want kanker of het kankerverwekkend effect van hormoonverstorende stoffen heeft natuurlijk ook rechtstreeks met die hormoonverstorende eigenschappen te maken. Hier staat misschien nog op, dat zou eigenlijk op een andere slide ook mogen staan, dat men heeft berekend dat de economische schade van hormoonverstorende stoffen 157 miljard euro per jaar bedraagt in Europa alleen op vlak van volksgezondheid en milieu. Dus als men denkt aan aan economische schade als men een aantal producten zou verbieden, dan moet men dat afwegen ten opzichte van de schade die ze eigenlijk nu al veroorzaken. En dat is natuurlijk lange termijn en veel moeilijker om aan te tonen. Vandaar dat die oefening zo moeilijk is. Ja. Is dat enkel voor glyfosaat? Nee, dat gaat over. Het is erom, dat zou niet op deze slide mogen staan. Dat gaat over de hormoonverstorende stoffen in totaliteit. Als je mensen houden graag houden van top 10's enzovoort, wel, dat zijn de top 10 bestrijdingsmiddelen die je vindt op salade en op tomaat. Twee van de meest bespoten, zal ik maar zeggen, gewassen die we kennen. Ik denk dat je als consument ook wel iets kan doen. En als je die producten links laat liggen, misschien ook wel praktijken kunt gaan beïnvloeden, dat het niet alleen maar top-down en via de politiek zal gebeuren. Ik denk dat we dat ook allemaal weten. Maar het is interessant om dat lijstje toch een keer te zien. En naast sla en tomaten zijn er natuurlijk nog wel andere die voorkomen in de meest verontreinigde groentensoorten en fruitsoorten die er zijn. En die dus eigenlijk, denk ik, er kunnen toe nopen om groenten en fruit goed te wassen, te schillen en eventueel biologische varianten te gaan gebruiken, eerder dan de bespoten varianten.
Dit is een algemeen slide. Misschien even zeggen, ik had het er net bij het begin al moeten zeggen. De WHO heeft een heel goede studie gepubliceerd, een paar jaar oud al ondertussen, rond hormoonverstoorders. Stond op mijn eerste of mijn tweede slide, als ik het me goed herinner. En dat betekent dat de informatie die ik ook geef hier, voor een stuk uit de studie van de WHO genomen is en niet... Want dat is iets wat we wel vaak moeten horen natuurlijk, dat wij een activistische strijd voeren en dat het milieuorganisaties zijn enzovoort die de informatie bieden. Ik beschouw de WHO tot nader order niet als een activistische, nog een milieuorganisatie, maar een ernstige VN-organisatie die zich met gezondheid bezighoudt. Vandaar dat ik probeer zoveel mogelijk hun originele bronnen weer te geven. Enfin, hier zie je gewoon de klassieke slides, hoe die producten in het milieu terechtkomen. Ik ga daar niet te lang blijven bij stilstaan. En hier zitten ze ook al bij de ijsbeer, dus op de Noordpool, als ik me niet vergis. En we geraken er gewoon niet van af, het zij via de voeding, de lucht, het stof. Fijnstof, en nog eens, is meer dan alleen maar de fijnstofproblematiek en de cardiovasculaire en uiteraard pulmonale problemen die dat met zich meebrengt, maar die fijne stofpartikels zijn perfecte vehikels voor hormoonverstorende stoffen. En dus het is eigenlijk een dubbel probleem, dat fijnstof. Maar ook water en natuurlijk de grond. Misschien toch even iets vertellen over... De problemen die zich nu hebben voorgedaan met die hormoonverstoorders, ik kom daar nog wel even op terug. Maar dat is zo'n slide die ik gemaakt heb ten tijde van het Dieselgate-schandaal, dat u zich ook wel herinnert. En dat we eigenlijk kunnen stellen dat hormoonverstoorders en wat daar rond speelt, een schandaal is dat even groot is of nog veel groter is dan het Dieselgate-schandaal. Wat zijn de medische gevolgen? Daar ging ik vooral over praten natuurlijk. Wel, ik ken vooral de voortplantingsgeneeskunde, voortplanting. Maar het gaat niet alleen over voortplanting, het gaat ook over bepaalde kankers, diabetes, obesitas, zogenaamde beschavingsziekten, hè, want je zult natuurlijk, en autisme enzovoort. Die zaken waarvan we zeggen, ja, die komen meer voor in de beschaafde wereld, heeft misschien te maken met lifestyle, hè, met de manier waarop wij leven. Wel, misschien een stuk wel, maar als je weet dat bepaalde hormoonverstorende stoffen inderdaad tot diabetes en obesitas kunnen leiden, dan weet ik niet of je het alleen maar op lifestyle moet steken. En zeker als het dan gaat over individuele verantwoordelijkheid van mensen, zou ik daar heel voorzichtig mee zijn. Er zijn voldoende argumenten om aan te nemen dat hormoonverstorende stoffen ook voor die twee zogezegde beschavingsziekten een belangrijke rol speelt. Zeker als het gaat over kanker, voornamelijk de kankers die met de voortplanting te maken hebben, borstkanker bijvoorbeeld, prostaatkanker, maar ook autisme verlaagt IQ. Afwijkingen aan de geslachtsorganen, ik zal die allemaal illustreren, de vruchtbaarheid en de ontwikkeling vooral van de foetus en het jonge kind. De WHO opnieuw, en dus niet Greenpeace of mijn politieke partij, spreekt van een mondiaal gevaar. Ik denk dat dat onderschat is. En het gaat dus, zoals ik zei, vooral rond ongeborenen en jonge kinderen. En ik zal u ook uitleggen waarom. Hier heb je gewoon een lijstje van alle aandoeningen die met hormoonverstorende stoffen in verband zijn gebracht. Daar ga ik even aan voorbij, want ik ga er een paar uitpikken. Belangrijk is, opnieuw de brochure of de studie van de WHO, te weten dat het vooral de zwangere vrouwen en de jonge kinderen zijn die een belangrijk risico lopen. Waarom? Wel omdat natuurlijk de foetus, maar ook nog het jonge kind, nog in volle ontwikkeling is. En dat zult je hier op deze slide heel goed zien als je kijkt naar de ontwikkeling van de verschillende orgaansystemen tussen de verschillende perioden in de zwangerschap, de vroege periode, dan de rest van de zwangerschap en dan ook wel na de geboorte, tot zelfs de leeftijd van 25 jaar als het gaat over de ontwikkeling van de hersenen. Maar dan ziet u dat bijvoorbeeld de reproductieve organen ook al in het eerste trimester natuurlijk aangelegd worden en doorheen de zwangerschap, en dan kun je eigenlijk tot de puberteit gaan, dus het meest gevoelig zijn, of gedurende de meest lange periode gevoelig zijn, maar ook het immuunsysteem, en we zullen over het immuunsysteem ook nog iets zeggen natuurlijk, en een aantal andere orgaansystemen. Dus het is vooral tijdens die ontwikkelingsfasen dat een en ander fout kan gaan. Dat lijkt uiteraard zeer, zeer logisch. En een mooi voorbeeld van hoe hormoonverstorende stoffen in de geneeskunde
mensen een verklaring kunnen bieden voor een aantal fenomenen die vooral urologen en kinderurologen hebben vastgesteld, maar ook in de vruchtbaarheidskliniek, is het concept testiculaire dysgenese. Dat betekent een foute aanleg of een verstoorde aanleg van de teelbalfunctie. Men weet, en dat is de Deen Skakkebak die dat heeft beschreven voor het eerst, die daar nog altijd zeer actief rond bezig is, dat in de laatste 30, 40 jaar een aantal fenomenen zich hebben voorgedaan, vooral in de geïndustrialiseerde wereld, namelijk de afname van de kwaliteit van het sperma van de man, de toename van afwijkingen van de mannelijke geslachtsorganen, bijvoorbeeld cryptorchidisme, het niet indalen van de teelballen, of hypospadie, dat betekent dat de uretra, de urinebuis, niet op de top van de eikel van de penis uitmondt, maar onderaan de penis, dat noemt men hypospadie. Hypospadie, cryptorchidisme, mannelijke onvruchtbaarheid en testiskanker, teelbalkanker, zijn allemaal in de laatste 30, 40 jaar enorm toegenomen en heel specifiek in, zogezegd, in de beschaafde wereld, de geïndustrialiseerde wereld waarin wij leven. En hij heeft dat eigenlijk samengebracht in één alomvattende theorie die eigenlijk zegt, tijdens de aanleg van de mannelijke geslachtsorganen bij de foetus, zeg maar, kunnen er een aantal zaken fout gaan die eigenlijk al die zaken kunnen verklaren. En dat noemt dan de testiculaire dysgenese theorie. Dat de spermakwaliteit achteruit gaat, dat is in een aantal studies aangetoond. Er is discussie van en lokaal waar de spermakwaliteit misschien nu niet verder achteruit gaat of weer verbetert of stabiliseert. Ik denk dat het moeilijk is op individuele studies op korte periode over een evolutie te spreken. Dit zijn nogal wat studies gepoeld en eigenlijk over een veel langere periode. En daar ziet je toch dat de concentratie, we spreken niet over andere kenmerken zoals beweeglijkheid of de vorm van de zaadcellen, maar alleen al het aantal zaadcellen in de loop van de 50 jaar ongeveer die daar afgebeeld zijn, eigenlijk een lineaire daling vertoont. Met als gevolg dat de WHO zijn criteria voor mannelijke onvruchtbaarheid heeft moeten bijstellen, want als we de criteria van 30 jaar geleden zouden gebruiken voor wat normaal zou noemen, dan zitten de meeste mannen daar nu al onder. Dus zo zien we toch duidelijk dat er een evolutie is in de verkeerde richting. We hebben zelf ook meegedaan aan een onderzoek in 2015 met alle fertiliteitscentra in Vlaanderen, waarbij men heeft kunnen aantonen dat een aantal hormoonverstorende stoffen die gevonden zijn, we hebben dat vooral zowel voor mannen als voor vrouwen gedaan, maar dit is een publicatie die rond mannen draaide en de spermakwaliteit, dat er een verband bestond tussen de mannelijke onvruchtbaarheid en aanwezigheid van een aantal hormoonverstoorders opnieuw in het bloed van die mannen. Dus het is echt wel overduidelijk, als u het mij vraagt. Het enige wat we niet hebben is een gerandomiseerde studie waarbij we mannen 20 jaar lang hebben blootgesteld aan een chemisch product, aan een hormoonverstoorder en anderen aan een placebo om dan 20 jaar later te kunnen zien hoe het zit met hun spermakwaliteit. Ik vertel dat om u duidelijk te maken dat het heel moeilijk is om duidelijk causaal verband aan te tonen in dit verband. Het zou gewoon onethisch zijn en uiteraard moet je dus epidemiologische studies gaan gebruiken of dierexperimentele studies om verbanden te gaan aantonen, waarvan we dan aannemen dat ze op bepaalde manier extrapoleerbaar zijn naar de mens. Het feit dat ik het zo zeg is natuurlijk omdat dit namelijk net de kritiek is die men zal gaan hanteren als het gaat over regulering. Dan zal men zeggen, ja maar ja, het is bij de muis, maar de muis is geen mens. Ja. Dan gaat men voorbij aan het feit dat heel veel wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde inderdaad ook op muizen wordt uitgevoerd, waarbij men aanneemt dat we daar wel iets kunnen uit leren, ook voor de mens. Dus in dit geval verwerpt men dit als argument en zegt men het is niet duidelijk aangetoond en dus gaan we die producten niet verbieden. Voilà, mensen die willen weten wat hypospadie is, daar staan de beeldjes, maar de curve natuurlijk rechts toont aan hoe dat de prevalentie van hypospadie ongeveer verdubbeld is tussen 1980 en 2005. Dit zijn cijfers opnieuw van de WHO, cryptorchidie, idem dito, dus het niet indalen van de teelbal, met soms gevolgen ook voor de fertiliteit later. Testiskanker, dat is een
heatmap, dat betekent daar waar het meest voorkomt is het meest rood en daar waar het minst voorkomt is blauw. En dan ziet u een duidelijk verschil tussen de jaren 89-94 en 98-2003 voor Scandinavië in het voorkomen van testiscarcinoom. Vooral Noorwegen. Het is een beetje onduidelijk waarom dat dan nu in Noorwegen meer voorkomt dan bijvoorbeeld in Finland, waar het veel minder voorkomt. Maar in alle Scandinavische landen ziet men een toename van, en Denemarken trouwens ook, een toename van teelbalkanker. Dat is een interessante die ik u wil meegeven, dat gaat over de schildklier. Aangeboren hypothyreose betekent een kind dat geboren wordt met een schildklier die te weinig werkt. In de meest extreme vorm spreekt men van cretinisme. En cretinisme ken je misschien als term, want in het Frans is crétin een scheldwoord. En dat betekent dat je een zeer laag IQ hebt. En in de 20e eeuw had men in, ik dacht Zwitserland, valleien waar heel veel cretins geboren werden. Waarom? Omdat men daar geen jodium had in die bergvalleien. En dus kinderen geboren werden met een extreem joodtekort en een schildklier die totaal niet werkte. En vanuit vaststelling weet men hoe belangrijk schildklierhormoon is voor de ontwikkeling van de hersenen en het later IQ. En hypothyreose zit ook in de lift, zoals u ziet. Dit zijn uw cijfers uit New York, uit de Verenigde Staten. Dan ziet u dus dat bij de kinderen die geboren zijn, er niet veel, maar het is verdubbeld. Hè. Dat is eigenlijk wat daar staat. Dat er meer kinderen geboren worden met ernstige schildkliertekorten, met mentale achterstand als gevolg. Hè. Want schildklierhormoon is in de zwangerschap extreem belangrijk voor de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel en van de hersenen. Onthoud dat nog even. Appa, het staat hier eigenlijk op, maar ja, ik moet het niet verder vertellen. De details staan in deze slide. De slides gaan waarschijnlijk wel beschikbaar zijn, hè? Ja, de opname lukt wel niet, maar de slides laat ik op uw desktop staan. En als mensen die willen, kunnen ze die opvragen. Maar goed, die informatie is ook wel overal te vinden. Nu, wat men ook ziet natuurlijk, dat is dat een aantal ook weer moderne ziekten, waar heel veel om te doen is, hè, rond overdiagnoses of niet, enzovoort, maar dat men toch vermoedt dat een aantal aandoeningen zoals ADHD, ADD en verwanten en autisme ook toenemen. Opnieuw is dat daardoor bewezen dat dat te maken heeft met een verstoring van schildklierhormoon in de zwangerschap van die kinderen. Ja, probeer dat maar aan te tonen. Maar wat we wel weten, dat is als we de schildklierfunctie bij muizen of ratten verstoren in de zwangerschap, dat dat wel leidt tot gedragsstoornissen en mentale achterstand bij de muisjes of ratten die dan geboren worden. Dus dierexperimenten kunnen natuurlijk wel toelaten om een causaal verband te leggen. Bij de mens kun je alleen maar associaties aantonen. En de causaliteit afleiden uit wat je bij dieren vaststelt. En opnieuw, dit is de enige manier om iets zinnigs te vertellen over het effect van hormoonverstoorders op de gezondheid. Borstkanker moet ik u niet vertellen. We zitten in de top 3 of zoiets, denk ik, van prevalentie van borstkanker in ons land. En dat gaat over alle landen. En ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat in alle landen de prevalentie is toegenomen van in de jaren 70, 80 tot nu. Europese landen die daarop staan hebben daarmee te kampen. Prostaatkanker, het is niet alleen de vrouwen die ervoor betalen, ook bij mannen neemt prostaatkanker toe. In landen zoals hier aangeduid opnieuw Europese landen. Obesitas, en dan gaan we weer zeggen, ja, maar ja, misschien heeft het echt wel met lifestyle te maken. Wel, kijk eens naar die twee muisjes links. En ik ben ook niet zo'n voorstander van dierproeven. Het is een andere lezing over dierproeven en kunnen we zonder. Maar ik ga me toch baseren op het onderzoek wat er is. Aan die twee muisjes heeft men aan het ene een placebo toegediend, enfin een gewoon controledieet, en aan het andere heeft men daarnaast ook het fameuze DES-hormoon toegediend. Wat dus een xeno-oestrogeen is, of een hormoonverstorend product. Men heeft dat gegeven in de baarmoeder, toen dat muisje nog in de baarmoeder van de moeder zat, zeg maar. En dan op de leeftijd van 6 maanden, en die muisjes worden niet obees geboren. Het heeft te maken met de regulering van het hongergevoel en datgene wat zorgt dat wij een bepaalde vetreserve gaan aanleggen of niet. En we weten dat dat in de zwangerschap kan verstoord geraken, waardoor obesitas op latere leeftijd ontstaat. Dus het DES-hormoon toedienen aan die muisjes in de baarmoeder leidt tot obese muizen. Goed, opnieuw,
bewijst niet direct dat als mensen obese zijn, dat we moeten zeggen, aha, hier is een of andere hormoonverstoorder in het spel geweest. Dat kun je natuurlijk nooit in een individueel geval gaan aantonen. Maar de epidemie voor obesitas is duidelijk aangetoond. De epidemie voor diabetes type 1, type 2, weet u, is de ouderdomsdiabetes die vaak ook met overgewicht te maken heeft. Maar type 1, waarvan men vermoedde dat het misschien ook een genetische aanleg heeft, ook opnieuw neemt duidelijk toe in de laatste 10, 20 jaar. Even een paar begrippen samenvatten rond dat wetenschappelijk kader. Ik heb u al gezegd dat het probleem van hormoonverstoorders is, denk aan die omgekeerde U-curve, dat je niet echt kunt zeggen van er is hier een limiet, een bepaalde dosis, waarboven dat je problemen hebt, zolang dat je eronder blijft is er niks aan de hand. Dat kun je dus niet. Kleine dosissen kunnen net zo goed zelfs ergere effecten hebben, dus er is niet echt een veilig niveau van blootstelling. Heel belangrijk is het cocktail-effect. Wat het zo goed als onmogelijk maakt om echt onderzoek te gaan doen. Namelijk twee hormoonverstorende stoffen. Pak dat ze alle twee oestrogene, xeno-oestrogene effecten hebben. De effecten daarvan kun je eigenlijk met elkaar vermenigvuldigen. Dus ze hebben een soort synergistisch effect. Dat betekent dat je onmogelijk kunt gaan voorspellen, als je dan weet dat we allemaal blootgesteld zijn aan tientallen hormoonverstoorders, wat de finale effecten zullen zijn op bijvoorbeeld uw risico op kanker op latere leeftijd, zeg maar wat. Je kunt eigenlijk heel moeilijk een model gaan ontwikkelen om dat risico te gaan bepalen. Dus hier staat opgeteld, maar het moet eigenlijk vermenigvuldigd zijn, hè, als je weet wat synergistische effecten zijn. Transgenerationele effecten, misschien nog wel de meest onrustwekkende. Dat betekent dat niet alleen het effect voor ons geldt, maar ook voor de kinderen die wij gaan krijgen. Er zijn twee manieren om dat te verklaren. De epigenetica is er eentje van, maar het zou mij te ver leiden om dat even uit te leggen wat epigenetica is. Maar een zeer eenvoudig, begrijpelijk effect is als een vrouw, als vrouwelijke foetus, in de baarmoeder zit van haar moeder, dan heeft zij al de eicellen aangelegd waar zelf haar kinderen gaan uitkomen. Ja? Dus een vrouwelijke foetus die in de baarmoeder zit, daar worden de eicellen al aangelegd waar zij zelf kinderen gaat mee krijgen. Dat betekent dat als de zwangere vrouw, die zwanger is van een vrouwelijke foetus, blootgesteld wordt aan bepaalde hormoonverstorende stoffen, dan gaan die niet alleen een effect hebben op haar dochter die ze draagt, maar ook op haar kleinkinderen, die ze ook draagt, onder de vorm van de eicellen die in haar dochter zitten. Ik weet niet of je mee bent, ik probeer het wat eenvoudig uit te leggen. Dus het is zeer eenvoudig dat je kunt verklaren dat je twee generaties ver kunt gaan. Nu, even de context plaatsen, we hebben het hier over hormoonverstoorders. Roken bijvoorbeeld heeft net dezelfde effecten. Toch even duidelijk maken dat dat dan wel misschien te maken heeft met keuzes of met lifestyle-effecten waar mensen zelf iets kunnen aan doen natuurlijk. Hè. Maar roken heeft via dezelfde mechanismen dezelfde gezondheidseffecten. Niet alleen op de kinderen, maar zelfs op de kleinkinderen. Hè. Onthoud dat misschien ook. Hier staat het wel correct op de juiste plaats op de slide, dus de gezondheidskosten. En dat is opnieuw, het is niet Greenpeace die dat heeft berekend, het is de Endocrine Society. Dat is een zeer gerenommeerde en geëerde wetenschappelijke vereniging van endocrinologen. Dat zijn hormoonspecialisten, zeg maar. Die hebben berekend dat de gezondheidsschade 157 miljard euro per jaar bedraagt. En er zijn een aantal referenties die ik daarop gezet heb, ook van de Internationale Federatie van Gynaecologen, die toch wel hun opinie in de media en in de wetenschappelijke literatuur al een aantal keer hebben laten weerklinken. Dus het zijn niet alleen milieuverenigingen, politieke partijen, activisten, die rond hormoonverstoorders oproepen tot voorzichtigheid of zelfs verbod voor een aantal van hen. Het zijn wetenschappers, het zijn endocrinologen, het zijn gynaecologen. En ik heb nu in de laatste jaren al heel veel zaken georganiseerd of mee helpen organiseren rond hormoonverstoorders in de politieke sfeer, maar ook daarbuiten. En keer op keer, als je wetenschappers uitnodigt, gaan die hetzelfde vertellen. Geen wetenschapper twijfelt eraan hoe gevaarlijk die producten zijn. Maar de politieke besluitvorming helaas schiet nog heel veel tekort. Ik doe regelmatig eens de oefening in PubMed. PubMed is een databank van wetenschappelijke artikels waarin je de wetenschappelijke literatuur kunt gaan opzoeken. En ik doe regelmatig eens de oefening bisphenol A reproduction.
En dan zie je zo maandelijks nieuwe studies verschijnen. Ik denk dat we er nu al 1200 hebben. Alleen over voortplanting en bisphenol. Als je bisphenol A en kanker of bisphenol A en allergie of weet ik veel wat zou intikken, gaat je het er ook vinden. Maar bisphenol A en reproduction, 1200 op dit moment ongeveer. En dat aantal neemt voortdurend toe. En dan kijk ik natuurlijk, zit er nu nergens een keer een artikel bij die zegt dat bisphenol A gunstig is voor de gezondheid of zo, of iets goed doet. Helaas, bisphenol A heb ik nog in al die artikels niks goed zien doen. Het gaat over celculturen, het gaat over proefdieren, het gaat over epidemiologische studies. En helaas allemaal onvoldoende om de Europese Commissie te overtuigen om bisphenol A gewoon te gaan verbieden. Ik zie dat de tijd heel snel gaat en dat we eigenlijk nog voorzien hadden van ook wel wat vragen te stellen. Dus ik ga nu iets sneller gaan over de regulering. Dus eigenlijk een beetje het verhaal dat hierna komt. Wat er de laatste, ja, intussen 20 jaar, hè, dus het is niet dat dat niet bekend was of niet op de agenda heeft gestaan. In 1998 heeft het Europees Parlement eigenlijk een resolutie gestemd. U weet dat het Europees Parlement een beetje de waakhond, hè, die de Europese Commissie bij de les moet houden. En de Europese Commissie, ja, die wordt niet democratisch verkozen natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk degene die de beslissingen nemen en de wetten maken Europees. En dan de Europese Raad, dat zijn dan degenen die het moeilijkst maken van al. Dat zijn de belangenverdedigers van de lidstaten. Hè. Om kort even te leggen hoe dat de Europese Unie geregeld is. Het Europees Parlement heeft in 1998 gezegd, die hormoonverstoorders, dat is een probleem, we moeten daar echt iets mee doen. De Europese Commissie heeft dan gezegd, ik ga daar iets aan doen. En ze hebben een strategie gepubliceerd. Ze zijn dan eigenlijk gekomen. De hormoonverstoorders hebben ze even opzij gezet, want dat is zeer moeilijk natuurlijk, tot REACH. REACH is een regelgevend kader, zeg maar, voor chemische stoffen. Heel goed, geen kritiek op. Absoluut een stap in de goede richting, maar dat gaat over chemische stoffen. En natuurlijk, hormoonverstoorders vallen daaronder. Maar eigenlijk moet men hormoonverstoorders strenger reguleren. Denk aan dat dosis-effect-verhaal en aan het cocktail-effect, wat totaal anders werkt, zeg maar. Nu, men vindt chemische stoffen, en daar zijn op Europees vlak twee belangrijke regelgevingen rond, in pesticiden en in biociden. Wat zijn biociden? Dat zijn chemische stoffen waar je hout mee impregneert. Hè? Dat noemt men biociden, zodanig dat er geen houtworm in kan zitten. Hè? Dat is maar een voorbeeld van biociden. Terwijl pesticiden, dat is natuurlijk iets wat in land- en tuinbouw wordt gebruikt. Dus men is wel met die regelgeving, met die wetgevingen aan de slag gegaan. En er zijn kaders voor opgesteld, intussen alweer bijna 10 jaar geleden. Maar het was duidelijk natuurlijk voor de chemische industrie dat er iets op komst kwam met die biociden en die pesticiden regelgevingen, waardoor een aantal producten die zeer belangrijk zijn. Hormoonverstoorders zijn natuurlijk interessant voor pesticiden, hè, want als je bepaalde insecten wil verdelgen, wel, dan kun je dat doen door hun hormonen te verstoren, waardoor ze zich bijvoorbeeld niet meer gaan voortplanten. Ik zeg maar wat. Hè. Dus het is niet zo onlogisch dat hormoonverstoorders en pesticiden natuurlijk zo'n nauwe link hebben. Maar dus, u kan lezen dat de bedoeling was dat de Europese Commissie eigenlijk tegen december 2013 ook rond hormoonverstoorders een duidelijk kader zou gecreëerd hebben. En daar begon het mee met de definitie van wat is een hormoonverstoorder. En geloof het of niet, men is daar eigenlijk pas eind vorig jaar mee geland. En dan kan u in mijn dia's Hans verhaal lezen wat er allemaal gebeurd is. Kortenkamp, een expert die men gevraagd heeft, heeft een rapport geschreven dat heel duidelijk was wat er moest gebeuren. Dat is dan aangevallen geweest vanuit de industrie. Er is heel veel gelobby dat daar speelt natuurlijk, omdat het gaat om belangrijke economische belangen. En daardoor is dat rapport eigenlijk een beetje gediscrediteerd. EFSA heeft dan op bisphenol A een opinie gepubliceerd. EFSA is dus de European Food Safety Authority. Dat zijn de experten die de commissie adviseren, zeg maar, naar regulering van dit soort stoffen, bijvoorbeeld bisphenol A toe. En daar zeggen zij, en dat is denk ik echt een wetenschappelijke fout, dat onder een bepaalde blootstelling dat er geen risico is voor de menselijke gezondheid. Dat is gewoon voorbijgaan aan het feit dat bisphenol A niet kan behandeld worden of gereguleerd worden zoals een ander chemisch product.
Ja, er is heel veel gepubliceerd, natuurlijk ook aan beide kanten. Ik denk een heel interessante parallel met de hormoonverstoorders kunnen we trekken als we het hebben over het DES-verhaal, hè, waar ik u iets over verteld heb, maar ook het asbestverhaal natuurlijk, ook het roken- en longkankerverhaal, waarbij de industrie om zijn belangen te verdedigen natuurlijk heel lang volhoudt dat er helemaal niks aan de hand is, dat de bewijsvoering te mager is, dat er te weinig studies zijn, dat ze niet voldoende effect aantonen enzovoort. Tot op een bepaald moment dat iedereen ongeveer wel akkoord is dat je van roken longkanker kunt krijgen. Ik hoop dat er nu niemand in de zaal nog zit die daaraan twijfelt. Maar 20, 30 jaar geleden was daar nog wel twijfel rond. Hè? En de industrie, er is trouwens een interessant boekje rond gepubliceerd, de Handelaars in Twijfel noemt het. En dan moet je eens lezen. Het is interessant om te zien hoe de industriële lobby's wetenschappers gewoon omkopen om studies te publiceren die het omgekeerde aantonen dan wat anderen hadden gepubliceerd. En dan heb je altijd een probleem. Hè. We weten dat in de geneeskunde, als je twee studies hebt, of stel je hebt 10 studies en er zijn er 3 die zeggen er is een groot probleem, er zijn er 3 die zeggen wij vinden helemaal geen probleem en 4 andere waarvan dat we niks kunnen vertellen. Wat doet je dan? Hè? En dan kunnen natuurlijk de twee kanten uitgaan. Dus door studies te laten publiceren, gesponsord, die eigenlijk een tegengestelde boodschap geven. En excuseer dat ik dat zeg, maar de industrie doet dat nog wel vaker. In de pharma bijvoorbeeld wordt er geen enkele studie gepubliceerd die een negatief effect zou gaan aantonen of het feit dat een medicament niet werkt of zo. Dat gaat niet gepubliceerd worden door de pharma, want die hebben natuurlijk een product op de markt te brengen. Dat soort studies wordt gepubliceerd door onafhankelijke academische onderzoekers. En daardoor kan blijken na 30 jaar dat een medicament eigenlijk totaal 30 jaar lang nooit gewerkt heeft. Hè. Dus dat is niet uniek voor het verhaal van de hormoonverstoorders. Dat vind je natuurlijk ook in de pharma terug. Dus voilà, dat zijn een paar voorbeelden. TTIP zit daar ook heel erg tussen en ik hoop dat het niet te politiek is voor jullie, maar TTIP is natuurlijk het vrijhandelsakkoord dat onderhandeld werd onder de Bush- en Obama-administratie en waar Trump even een einde aan gemaakt heeft vanuit protectionistische argumenten. Waarbij men, zoals u herinnert misschien nog, de lat ging gelijk leggen, vooral als het ging over landbouw en voeding enzovoort, omdat wij natuurlijk toch strenger reguleren dan de Amerikanen. En er zijn duidelijke documenten gelekt waaruit blijkt dat de Amerikanen gezegd hebben, jongens, de hormoonverstoorders komt daar niet mee af, hè, want dat gaat TTIP helemaal onder druk zetten en discrediteren. Dus men heeft de definitie van hormoonverstoorders, die de Europese Commissie in 2013 al moest aanleveren, eigenlijk opzettelijk van de agenda gehouden om TTIP te laten slagen. Nu, TTIP is niet geslaagd, zoals u weet, en is onder andere vorm misschien nu weer in onderhandeling, maar het grote vrijhandelsakkoord, zoals CETA met Canada, is TTIP op dit moment nog steeds niet. Hè. Maar dat heeft zeker ook het verhaal van de hormoonverstoorders doorkruist. En dan tussen 2013 en 2016 is men dan toch verder gegaan. Heeft het Europees Parlement weer een resolutie gestemd om te zeggen dit moet echt eindigen. En dan, dat is wel interessant, Zweden en andere lidstaten hebben dan de Europese Commissie aangeklaagd voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, omdat ze nog steeds niet klaar waren met een definitie van wat hormoonverstorende stoffen waren. Het heeft eigenlijk geduurd tot in 2017, voordat we nu een definitie hebben. De eerste definitie was niet oké, omdat er stond dat er moest rechtstreeks causaal verband bij de mens aangetoond worden. Wat dus niet kan, ik denk dat ik het een paar keer gezegd heb, of zeer uitzonderlijk. We hebben causaal verband bij dieronderzoek en we hebben epidemiologisch, dus associatieverbanden bij de mens, maar geen causaal verband bij de mens, zou gewoon onethisch zijn. Dus men heeft dat teruggetrokken en nu aanvaardt men toch wel dieronderzoek om producten als hormoonverstorende stoffen te gaan labelen, zodanig dat de regulering kan gaan beginnen. Maar we zijn er dus nog altijd niet. Toch even zeggen dat we in de Senaat recent een informatierapport hebben goedgekeurd dat publiek beschikbaar is en echt wel interessante aanbevelingen bevat rond het proberen vermijden of beperken van hormoonverstorende stoffen in ons milieu, in onze voeding, in plastic enzovoort. Dus zoals het er nu naar uitziet, zou het kunnen dat België eigenlijk nog wel, misschien is het omdat de verkiezingen voor de deur staan, maar misschien nog niet de slechtste leerling van de klas is. U weet dat als het gaat over Europa,
landen zoals Frankrijk, Denemarken aan de top staan wat betreft regulering. Men kan strenger reguleren dan wat Europa oplegt natuurlijk. Dat kunnen wij als lidstaten doen. En tot nu toe hebben wij een regering gehad die daar niet toe geneigd was. Maar ons informatierapport is met een volledige unanimiteit goedgekeurd door alle politieke partijen en is vrij kritisch ten opzichte van het gebruik van deze stoffen. Dus het zou best kunnen dat we toch nu ergens een evolutie zien. Ik denk dat er vooral tijd gekocht wordt, dat de industrie al lang weet dat bisphenol A zal verdwijnen, maar dat men gewoon de tijd wil geven om te schakelen en om inderdaad alle productieprocessen waar bisphenol A bij betrokken zijn aan te passen aan eventueel andere stoffen. En wij zullen moeten waakzaam zijn om te zien welke die andere producten zullen zijn die men er dan zal willen aan toevoegen, om natuurlijk de eigenschappen in plastic te behouden die bisphenol A daaraan toevoegt. Ik ga misschien, ik ga hier eindigen, ik ben nog niet helemaal klaar, maar ik denk dat ik even de tijd wil voor een aantal vragen uit het publiek, zodanig dat we het tijdschema een beetje volgen. Oké, dank u wel. Vragen.